Yo, kijkers van Game & Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug in Mindtopia. Vandaag zijn we niet alleen. We zijn hier met Thibaut da Gamer uit België. Je kijkt ook mijn video's en hij heeft mij gevraagd of ik mee wou. Hij heeft namelijk heel veel loot. Niet loot crates, maar Greycoins gekocht. En met die Greycoins wil hij 2 keer 1 full house gaan openen. Een full house houdt in 2 epic crates en 5 normale crates. En dat gaat hij dus 2 keer. Dus in totaal wordt het 4. Hoe heet het? Ja, 4 epic crates en 10 normale crates. En die gaan we dus openen. Nou dacht ik, hij heeft een fastpass. Dus ik kan gewoon meelopen voor de video. Want hij wou graag dat ik er een video van ging maken. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. Kunnen we kijken wat je allemaal uit zo'n dikke crates kan krijgen. Is ook leuk voor jullie. Maar ik heb natuurlijk zelf ook nog een fastpass van de vorige keer. Dus die geef ik dan gewoon aan hem. Zodat we gewoon 2 keer snel achter elkaar die crates kunnen openen. Dus ik hoop dat jullie alvast een like kunnen doen. Hopelijk kunnen we 1000 likes halen. Speciaal voor Thibaut dat hij zoveel dingen gaat openen bij de loot crate. Super vet. Ik ben echt benieuwd wat eruit gaat komen. En dan zien jullie zo meteen als wij aan de beurt zijn. Nou mensen, we zijn dus aan de beurt. Ik ga hem ook unmuten op 10 speakers zo meteen. Hij gaat nu 1 full house openen. En dan gaat hij zo meteen nog eentje. Gaan we nog een keer in de rij. Dus we zijn nu in de beurt. Ik ga hem nu unmuten op 10 speak. Dus je weet het maar nooit. Nou, Danny is het openen. En nog wat mensen. Wie is ja, dat? Nou, de ene is een. En het is nu. Tips is er niet, maar anders zou die heel graag door tips geholpen willen Thibaut. Worden. Ja, Thibaut de Gamer, dat kan niet anders. En, maar ja, hij is ook nog. Hij is met nog iemand. Oh. En hij is vandaag met niemand minder dan iemand uit Kingdom. Is het Kingdom? Uit Kingdom. Het is een. Hij is daar. Maak die hekjes nou maar een beetje. Hij doet daar heel veel daar op het moment. Dat omschrijf je. Ja, hij doet daar heel veel op dit moment. En ik zal ze naar boven sturen. En iedereen kent hem ook trouwens in Mindtopia. Dus Thibaut die wil een full house hebben. Max is nou gamer. Thibaut, denk ik. Komt hij zo binnen, naar boven, Thibaut. En Max is hier wel. Ik ben de cameraman, jongens. Ik ben alleen de cameraman. Geen idee wie je meegenomen naar boven. Maar helemaal top. Voor een full house. Nou, hij krijgt een full house zo, mensen. Max. Leuk dat jij er ook bij bent. Gezellig met Thibaut de Gamer. Een full house met z'n tweeën openen. Gezellig, jongens. Eens even kijken. Zo, en dan gaan we met een full house. Nou, wat gaat hij krijgen? Thibaut, ik ben benieuwd. De Gamer en Maxi NL de Gamer. Het zijn wel 2 gamers bij elkaar natuurlijk. Een full house gaan we openen op jou, Thibaut. Aan de rechterkant gaan we beginnen met de non-enchanted kledingstukken. En we gaan beginnen met het eerste item, Green Arrow, uit het allereerste. Oeh, die is nice, die is nice. Magneta non-enchanted chestplate, Golden Age Boots, Vampire Boots en seizoen 2 rode pants, een Gruel chestplate, Vegan Boots en dan gaan we ondertussen even de rest dit is nu het beste, het helmpje. Bij de Vegan Boots krijg je ook nog eens de Vegan Helm non-enchanted en Max vindt die Green Arrow mooier, Max. Kijk, ja, Maxi. Hij wist het gewoon. Banana non-enchanted pants en een mooie Mindtopia chestplate. Pacific Blue helmpje. Wat een kleding. Een blauwe helm. En een Golden Age helm. Het is een beetje bijna de kleur als die field op. Even een beetje een bouwpak helmpje. En nou moet de enchants nog komen. Een paarse pens, non-enchanted hebben we over jou. Ook nog die bout. Gaan we eens even de rest van de items erbij pakken. Want dit is natuurlijk nog lang niet alles. Je krijgt een, zoals je ziet, nog een Mindtopia chestplate. Daar heb je er niet één, maar dan krijg je er 2 van. Dit is echt veel en kleding, mensen. Sweater, holy enchanted. Shit. Peak Boots 0.03. Gratis Midnight non-enchanted chestplate. Midnight Black Pants passen er mooi onder. Lol. Honey Pink Boots, een mooi kleurtje van Max, is Max heel gek op. Koningsblauwe Boots non-enchanted. Ik heb voor jou nog, naast de Magneta sweater krijg je ook de grijze sweater. Dit kan die gewoon niet meenemen, denk ik. En een enchanted chestplate. En dat waren dan ook meteen de allerlaatste kleding items die op RK Armestand gaan kunnen. Oh. Je krijgt bijvoorbeeld ook nog deze cowboy hoed. Een maand lang een gold ring. En om het feestje nog completer te maken, een enchanted koffer. Nice. Alles in op te slaan, Thibaut de Gamer.
Max en Thibaut, leuk dat jullie er zijn met z'n tweeën. Max is de cameraman, zegt hij al. Maar Max, vullen we het volgende heel goed voor Thibaut. Oh, chest. Oh my god. De 90 is voor Thibaut. Een legendary. Nummer 2. Openen. Het is de allereerste van vanavond. En we horen het straks zeggen, jongens. We kunnen er 8 tegenkomen vanavond. Dikke clickbait. Dikke clickbait, inderdaad. Als het allemaal verkocht wordt, kan er natuurlijk gewoon iets blijven liggen. Thibaut en Max zijn even samen het overleggen van... Nou, gaan we er nou inleveren of is de video nog wel lang genoeg? Voor de views, voor de views. maar ja, Maxi en Thibaut, jongens, wat gaat het worden? Ik gooi ondertussen alle kleding vast naar jou toe, Thibaut. Ja. In de tussentijd kun jij denken wat jij natuurlijk gaat doen met jouw Legendary Chest. Misschien hebben we er zo nog een. Legendary Chest 290 was het. Thibaut, je mag hem meenemen. Mag je daarmee doen wat je zelf wilt? Thibaut, nu. Iets niet goed gegaan. Je hebt mijn speedboots en ik jouw shoot. Super uit, Thibaut. Je hebt mijn speedboots 0.03 en ik heb jouw shoot. ik vind het wel een mooi doel eigenlijk, denk ik. Oeh, hij heeft gewoon een legendary in de eerste full house, mensen. Hij heeft gewoon een legendary in de eerste full house, mensen. Stel je voor, daar krijgt hij gewoon nog eentje. Maar nu gaat hij de legendary openen. Het wordt een super toffe video. Dadelijk gaan we er nog een keer alles openen. Plus nu de legendary. En gaan we hem nu inleveren. Je mag hem bij mij geven, Thibaut, nummer 209. Wow. Ik zie al dat iemand onderweg is. Ik hoop echt dat het een toffe item is voor Thibaut. Kijk waar we gebleven zijn. Ik denk dat ik vanaf nu altijd mee mag met hem. Ja, ik zie hem. Oh, leuk, Thibaut. Het zijn 2 items. 2? Leuk, man. We gaan beginnen met het allereerste item. Het allereerste item is een duikbril. En daarbij krijg jij ook nog eens een Legendary 1 item. Ah, Legendary 1. Het item is non-enchanted. Het zijn hele mooie boots van de kleur Rusty Iron. Die zijn wel nice. Wow. Die zijn wel nice. Oh, Thibaut, je hebt echt een mooie full house. Nice. Thibaut, ik hoop dat hij het goed voor je opgenomen heeft. En dat hij niet nog doet met een oude 1K camera. Zo met allemaal van die hele slechte pixels. En Max zegt, we komen zo nog een keer. Jullie zijn welkom, jongens. Tot zo. Lol. Ik moet even snel de spulletjes wegleggen, ga ik vanuit hoor. Nou, we gaan even de spullen wegleggen en dan gaan we zo meteen gewoon nog een keer langs. Hij heeft gewoon een legendary gekregen. Hier is Vloetje, Esso en Vloetje. Gewoon een legendary gekregen. Ik denk dat Thibaut wel blij is. Nou, hij gaat nou even spullen wegbrengen en dan zien jullie zo meteen als we weer in de beurt zijn. Nou mensen, we zijn weer aan de beurt. Nou, daar gaan we jongens. Ik loop pas naar de kist toe om de full house bij elkaar te sprokkelen. Wel jullie rustig naar boven. Nog een keer full house, hopelijk hebben we nou net zo goede spullen als toen net. We gaan eens even kijken of daar dingen bij zitten waarvan we zeggen... Dat is toch zeker de moeite waard, of misschien ook zeker niet. Dat ik moet zo meteen even weg, dus ik vraag of het even snel kan. En dan gaan we eens even beginnen. Maxi en Thibaut, leuk dat jullie er weer zijn. Tweede keer vandaag, hartstikke leuk. De non-enchanted items, jullie kennen de procedure natuurlijk inmiddels. We gaan rechts van mij, links van jullie gaan we beginnen. En we gaan beginnen met de non-enchanted versie. Nou, wat gaat hij nou allemaal krijgen? De stad Rolandia, gezonken, vergaan en bijna weggevaagd. Maar we hebben er nog wel een chestplate aan overgehouden, non-enchanted. Een mooie Cassus non-enchanted helm. Speedboots. Oeh, speedboots. 03. Nou, en die doe ik gewoon lekker nu al tussendoor. Brandweerrode non-enchanted boots. Lauwe boots, en Max vindt lauw ook mooi, dat weet ik zeker. Tijmalk brons, non-enchanted pants. En dan gaan we nog wat kleren bijhalen, want ik heb nog veel meer. Cosmopolitan helm. T-rex groene boots, non-enchanted. We hebben nu naar enchanted mensen. Donkergroene chestplate uit het 5e seizoen. Mooie Q-trex helm. Green Arrow, de chestplate. Oeh, die is nice, die is nice. En ik heb ook nog, en dan gaan we aan deze kant verder, de Pacific Blue chestplate non-enchanted. Ik heb nog 1 non-enchanted item en dat is T-Rex. En T-Rex is hartstikke mooi natuurlijk, maar ja, T-Rex is nog een Mindtopia shirt. Ik heb hier een Mindtopia chestplate non-enchanted, die heb ik 2 keer, dus ik ga er vast 1 droppen. 3 keer zelfs. Concurrenten naast hangen, want ook jij krijgt 2 keer de enchanted versie. Lol. Een loot crate only kleurtje, Sacred Brown, enchanted, helemaal voor jou. En ik denk dat er heel wat mooie items bij zitten die je gewoon zo kunt doorstoten. Misschien wel naar een veiling kunt brengen, je weet maar nooit, knip ook Max. Een mooie purple enchanted pants. Puurrode pants enchanted.
De Banana Chestplate. Oh, dat is nice. Ook enchanted. Wat een kleding allemaal. En een hele mooie. En een hele mooie full black. Oeh, full black. Chest. Die is mooi. Dan zijn we er nog net niet helemaal. Want ik heb hier nog een heel mooi boekje waarop staat dat jij recht hebt op Unbreaking 1. Moet je wel laten plaatsen natuurlijk op een van je eigen enchanted kledingstukken. Een fast pass, mocht je dadelijk met z'n tweeën nog een keer besluiten terug te komen. En Thibaut de Gamer, let op. Ik ga heel even deze arme stelletje leeg halen. Oh, wat heeft hij? Want daarop ga ik iets neerzetten wat ik erg. Ik vind het zo leuk. Let op, het is voor jou. Bob de Bouwer. Een hele setje. Of het niet gek genoeg kan, jongens. Max, heb je alles opgenomen? Staat het er goed op? Ja. Ja, zegt die Max nog niet stoppen, want nummer 290 was. Oh dan. My god! Nummer 280. Loot crates. Er boven komen en twee legendary. Gewoon weer een legendary. Vanavond, hè? Ik bedoel. Openen. Opening weer, jongens. En Thibaut, oh my god. Die kleding eraf. Mag jij even nadenken wat je met die legendary chest gaat doen? Misschien zeg je wel van nou. Dus met tweede van twee legendaries in één video, mensen. Heeft één iemand dat ooit gezien? Twee legendaries in één video, ik nog nooit. Samen. Of je mag hem meenemen, het is helemaal aan jou. Volgens mij brengt die Max gewoon een beetje geluk. Ja, dat zou inderdaad best kunnen. Droppen. Dat Max geluk brengt, je weet het maar nooit. Hoppa! Hij gooit hem. Oh, weer een legendary. Wat gaat die krijgen? Ik hoop nu wel op een echte dikke legendary. Aan jou geven. 286. Oh my god. Twee legendary crates. En één opening. Wow. Serieus, ik dacht ook al. Oh, hij heeft een dikke, denk ik. Wat is er vanavond hier in de hand, jongens? Dit is een lekker. Thibaut de Gamer, ben je op zoek naar een mooi helm, boots, chest of pants? Wat zoek je? Kappa. Wat? Is er iets wat je zoekt? Ik denk, een chest. Nou, je hebt geluk, want ik heb een pants voor je. Maar wel, het is een super epic item. Het is pink. Oh, nice. En je bent op zoek naar een chest. Oh, hij heeft er nog iets. Terug, want je krijgt de chest. LOL. Je hebt de chest. LOL. Holy shit. Nou, zeg ja, zeker. Mag ik dan nog wel even iets extra pure-work bij? Oh, Thibaut, ik ga ze beide aan je geven. Holy shit. Dikke shit. Doe maar. Pants en de chest, jongens, wat een crates vanavond. Jullie zien het, jullie hebben het in de gaten. Laat Kevin het komende uur nog gewoon lekker niet naar huis gaan of in ieder geval die pc afsluiten. Ik ga in de rij bij hem staan. Jongens, Thibaut en Max, hele fijne avond. Dit is een dikke kreten, Thibaut. Holy fuck. Ja, zeker. Thibaut is helemaal... Nou mensen, ik denk dat we de beste kreten ooit weer hebben. Twee keer een legendary en twee keer kreten. Dit is weer een toffe video. Ik denk, hopelijk kunnen we die 1000 likes halen. Speciaal voor die twee legendaries plus die twee keer full house. Gewoon die 1000 likes, dat moeten we kunnen halen. Laat achter als we nog een keertje loot crates moeten gaan openen. Misschien met iemand anders, misschien met jou. Laat het achter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!